De hoeveelheid tijd die raadsleden kwijt zijn aan het raadswerk, die neemt toe. En in het land wordt niet overal op dezelfde wijze vergaderd. Dat blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019. Een onderzoek uitgevoerd door Daadkracht, een adviesorgaan van de overheid. Over dat onderzoek en de resultaten daarvan praat ik in de studio met Henry van Assem, nestor van de Woerdense gemeenteraad, meer dan 25 jaar politieke ervaring. Meneer van Assem, welkom in de studio. Een van de meest belangrijke dingen die u de afgelopen jaren mee heeft gemaakt is de invoer van het duaal bestel in 2002. Waarmee gezegd is toen dat wethouders geen deel meer uitmaakten van de gemeenteraad en waarbij een gemeenteraad meerdere rechten en plichten bevoegdheden kreeg. In hoeverre is dat een vooruitgang gebleken? Nou, dat is zeker een vooruitgang gebleken voor degene die al zo lang meelopen, want de grote deel van de raadsleden zitten niet zo lang als dat ik er zit en hebben dat monisme eigenlijk niet meegemaakt. Maar degenen die het wel meegemaakt hebben, die zien wel heel duidelijk verschil. En het doel was van het overschakelen naar het dualisme om te zorgen dat we meer naar de inwoners toe konden. Dat we meer ruimte kregen om te zorgen dat we die vertaalslag konden maken naar de gemeenteraad toe. En daarvoor is een van de dingen die daar heel erg uitschiet, is de Griffie. Woerden heeft inmiddels ook een behoorlijk uitgebreide Griffie die onze diensten staat. En ja, dat is wel heel erg fijn, want vroeger ging je naar, in de oude situatie, ging je naar de gemeentesecretaris toe. En de gemeentesecretaris, ja, dat was een beetje of die bereid was om iets medewerking te verlenen. Om in de organisatie te gaan of stukken aangeleverd te krijgen of zelfs een onderzoek te doen. En dat was altijd een lastige positie. Wij stonden daar echt op achterstand. En fijn in die nieuwe situatie dat we dus naar onze Griffie toe kunnen. Die helemaal te dienste staan van de raad. En van de gehele raad. Het is niet, soms heb je nog wel eens partijrichtingen die soms makkelijke dingen voor elkaar krijgen dan anderen. Maar de Griffie staat echt ten dienste van de hele raad. En dat is wel erg prettig. Dat is het belangrijkste voordeel. Zijn er ook nadelen aan het duaal bestel? Zijn er nadelen? Ja, in de oude situatie was het ook nog dat de wethouders eigenlijk altijd aanzaten, ook bij de fractievergaderingen van de partijen. En die daar ook behoorlijk wat invloed op uitoefenden. Dat zou in het duaal stelsel niet meer het geval moeten zijn. Maar ik zie in de wandelgangen en in de dagelijkse praktijk dat toch steeds wel gebeurt. En dat zou eigenlijk niet hoeven. Hè. Het duaal stelsel is echt dat we hebben het college voor de uitvoering. We hebben de gemeenteraad voor de controlerende en de kaderstellende beleid. Dus het is eigenlijk een beetje scheiding van die machten van college en raad. En dan is het eigenlijk niet goed dat die wethouders dan bij die fractievergadering. Kijk, soms is er wel een afstemming noodzakelijk en nodig. Maar het moet geen gewoonte zijn. Maar het begint er weer heel langzaam in te sluipen. Uit dit onderzoek, wat overigens niet zozeer over het duaal bestel gaat, blijkt dat er in de landen nogal op verschillende manieren wordt vergaderd. Er zijn vijf verschillende manieren, waarvan de manier die Woerden toepast, de BOB-manier, door zo'n 50, 54 gemeentes wordt toegepast. Vroeger werd er vergaderd één keer in de maand, de raadsvergadering, en in de weken daarvoor één of meerdere commissievergaderingen rond een specialisme, verkeer, ruimtelijke ordening enzovoort. Dat is niet meer. Er wordt op een andere manier vergaderd, opinierend, beeldvormend, eventueel in debat en dan het besluit. Ja. Een verbetering? Ik denk als je aan de verschillende raadsleden vraagt, dat er ook verschillende meningen erover zijn. Dat blijkt volgens mij ook wel uit het raadsledenonderzoek. Kijk, in die commissiestructuur was het heel helder. En je had ook in de portefeuillehouders, de wethouders, heel duidelijk de diverse verschillende beleidsterreinen afgekaderd. En wat je nu ziet, is dat het allemaal door elkaar heen loopt. En dan heb je het over structuren. En we hebben het heel erg vaak over structuren, we hebben nieuwe vormen.
Maar wat er te weinig gevraagd wordt is, hoe leeft dat nou onder de bevolking? Hoe leeft het onder onze inwoners? En hoe ervaren zij dat nou, zeg maar, dat nieuwe BOP-model? En ik vind dat daar nog veel te weinig naar gekeken wordt. Want uiteindelijk zitten wij als volksvertegenwoordigers juist voor onze inwoners. En is het van belang om te weten of zij het op een goede manier ervaren, dat zij datgene wat zij naar ons toe willen brengen, dat ook het daadwerkelijk kan landen. En dat ze ook de structuur zoals die er nu is, ook kunnen volgen. Maar ik hoor hele andere geluiden in de samenleving. En dat vind ik nog wel frustrerend. We weten niet meer op welke vergadering we nou wel of niet moeten komen. Welke onderwerpen er aan de orde zijn. Dus daar is nog heel veel werk te verrichten, zeg, om dat voor onze inwoners beter voor het voetlicht te brengen. Woerden lijkt een beetje een buitenbeentje te zijn. Althans, dit onderzoek zegt er niet zo heel veel over. Als het gaat om meerdere vergaderingen tegelijkertijd. Kijkend naar het democratisch proces, is dat een lastige voor de burger die meerdere dingen zou willen volgen en dan een keuze moet maken. Heeft u die ervaring ook? Hebben de raadsleden die ervaring? Ja, want wat je ziet in die parallelvergaderingen, dat en zeker voor de kleine fracties, en we hebben in Woerden een aantal kleine fracties, dat het lastig is om dan, zeg maar, die verschillende vergaderingen te bemannen. Dus dan moet je al gaan kiezen. Nou, dat is dan voor de raden, hè, voor de raadsleden. Maar waarom heeft de gemeenteraad dan hiervoor gekozen om dat zo te doen? Ja, weet je, er zijn een hoeveelheid aan onderwerpen die besproken moeten worden. En dan is, als dat op een hoop loopt, is er wel een keuze van hoe kunnen we dat nou een beetje toch ordentelijk met elkaar er doorheen komen. En dan krijg je zo'n parallel vergadering. Van de andere kant kan je ook zeggen van als er wat minder spreektijd genomen zou worden in sommige vergaderingen en wat efficiënter vergaderd, zou ik misschien hetzelfde doel kunnen bereiken. Het heeft natuurlijk ook met tijd te maken, hè? Uit het onderzoek blijkt dat landelijk gemiddeld 17 uur per week door een raadslid wordt besteed aan het raadswerk. Is dat in Woerden ook zo? Ja, ik denk dat dat ook bij raadslid verschillend is. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat het met 17 uur niet gaat redden. En dat er anderen zijn die zeggen van ja, maar luister, ik besteed er 6 of 7 uurtjes aan. En dat vind ik wel voldoende. Het is ook een beetje hoe je houding is als raadslid, hoe je in de samenleving wil staan, hoe je het volk als volksvertegenwoordiger wil bedienen. En of je er tijd voor hebt. Want ja, er zijn toch het gros van de raadsleden heeft gewoon een normale werkbaan. En doet dit raadswerk erbij. We zijn uiteindelijk een lekenbestuur. Raadsleden moeten over steeds ingewikkelder zaken beslissingen nemen. Er wordt steeds meer op het bordje van gemeentes gelegd. Daar waar het vroeger ging over hoe hoog mag een blokje woningen worden tot waar moet een weg liggen, moeten ze tegenwoordig ook iets vinden van de WMO, van de jeugdhulpverlening en gaan zomaar door. Zijn raadsleden tegenwoordig nog wel voldoende opgewassen tegen de steeds ingewikkelder wordende materie waar ze wat van moeten vinden? Nou, dat wordt wel steeds lastiger. Die decentralisaties van de Rijksoverheid aan de gemeentes toe brengt veel meer werk met zich mee. En ook steeds meer een verdiepingsslag die gemaakt moet worden. Nieuwe raadsleden krijgen bij de aanvang, zeg maar, toch wel heel veel ondersteuning vanuit de Griffie in opleidingen. En dat is lopende de 4 jaar dat we er als raadslid zitten, kunnen we ook allerlei cursussen volgen en opleidingen. Dus we kunnen wel bijgeschoold worden in de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Maar ja, daar moet wel tijd in geïnvesteerd worden en dat betekent nog meer werk. U haalt dus ook kennis bij ambtenaren vandaan over hoe zaken in elkaar steken. Ja, ook dat kan. Hè. Als je een bepaald onderwerp hebt en een afspraak met een ambtenaar te maken om daar een goed gesprek over te hebben, dat werkt zeker. Maar hoe zeker ben je dan dat je een neutraal verhaal krijgt? Een ambtenaar die een plan heeft gemaakt om een weg van A naar B aan te leggen, die zal natuurlijk niet de nadelen daarvan naar voren brengen. Niet dat hij erom zal liegen, maar op zich natuurlijk wel duidelijk dat je het dan zo rooskleurig mogelijk voorlegt. En hoe objectief word je dan als raadslid nog voorgelicht over zaken?
Ja, je hebt toch je eigen insteek ook. Je hebt je insteek van dat wat in de samenleving speelt. Dan krijg je toch de input vanuit de ambtelijke organisatie. En uiteindelijk wordt er toch een politieke keuze gemaakt in de gemeenteraad. Maar ik wil wel een voorbeeld geven. Dat is wel een tijdje geleden trouwens. Toen het over windmolens ging. En er een rapport lag vanuit het college. Dat we een aantal windmolens moesten krijgen. De discussie begint nu weer trouwens. Maar toen hadden we zoiets, we wisten echt helemaal niets van windmolens af. En toen hebben we de ambtenaar die het rapport had geschreven voor het college gevraagd. Laten we eventjes ook heel objectief kijken van naar de hele situatie. En wij willen ook een rapport hebben waarin we dus in de hele breedte alles nog eens een keer op een rij krijgen. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk een tegenrapport van zijn eigen rapport. En dat geeft dan ook weer dat de ambtenaar ook wel de andere kant op kan kijken. En misschien niet iedereen, maar sommigen lukt dat echt wel. Dus dat heeft toen wel zeker geholpen. Ja. Veel tijd zijn raadsleden kwijt aan het raadswerk. Maar daar krijgen ze natuurlijk ook een vergoeding voor. In Woerden zo rond de 1300 euro. Is dat voldoende? Ja. Wat is voldoende als je, dan moet je het per uur gaan berekenen. Nee, het is ook wel een soort roeping om in de raad te stappen en heel veel tijd te investeren. En daar staat een vergoeding tegenover. En ik, laten we wel zijn, als ik kijk en ik kijk maar hier in de studio waar allemaal vrijwilligers lopen die helemaal geen vergoeding voor al hun werk krijgen, dan denk ik dat het goed betaald is. Grote fracties hebben de kans of de gelegenheid om onderwerpen te verdelen, waardoor raadsleden per saldo iets minder hoeven te doen voor hun raadswerk. Maar ze krijgen wel hetzelfde bedrag. Zou daar niet in gedifferentieerd moeten worden? Ja, kijk, ik heb wel eens gezegd dat je eigenlijk zou moeten vergoeden naar aanwezigheid. Want als je aanwezig bent bij een vergadering, dan heb je hem ook voorbereid. Dat zou veel beter zijn, want er zijn ook raadsleden die heel op vergaderingen ook niet komen trouwens. En dan denk ik van ja, en ze krijgen er wel die vergoeding voor. Dus je zou daar een differentiatie in kunnen brengen. Maar ja, ook daar is weer politiek draagvlak voor nodig. Het is iets wat ook landelijk bepaald is in de verordeningen. Dus dat is lastig om dat te doen. Hoewel, als de raad ertoe in meerderheid zou beslissen, dat het zou kunnen. Uit het onderzoek blijkt dat raadsleden hun tijd moeten verdelen. Verdelen over, zeg maar dan toch, de bestuurlijke zaken, de vergaderingen, het in de raadzaal aanwezig zijn of op andere plaatsen aan vergaderingen deelnemen. En het contact met de burger, de maatschappij. Vanuit de maatschappij hoor je nog alles, dat is politiek, het interesseert me niet, want ze doen toch precies wat we willen. Wordt die kloof niet steeds groter? Ik denk het wel. Ik zie dat wel ook en ik hoor dat ook wel van mensen en dat irriteert me. Dat was ook een van de redenen waarom ik gezegd heb van ik ga naar de landelijke VNG toe in de commissie raadsleden in Gevies, omdat daar zeg maar die democratie in actie ook als onderdeel zit. En dat gaat me echt na aan het hart, want het gaat om je eigen leefomgeving. Het gaat om je buurt, het gaat om het verkeer eromheen. Het grijpt echt in jouw eigen bestaan. En het zou dus mensen moeten raken als er iets aan de hand is, om daar ook iets mee te doen richting de raad. Maar vervolgens is het wel aan de raad ook aan te geven. Van jongens, iets kan wel of kan niet. Nee is ook een antwoord. Maar dat geldt trouwens ook voor het college, niet alleen voor de raad. Maar we hebben het hier over het raadsledenonderzoek. Het uitleggen aan mensen waarom besluiten genomen worden. Ik denk dat daar nog een hele weg te gaan is. En, een van die handvaten die we als raad gekregen hebben is die raadscommunicatieadviseur. Die ons meer handen en voeten moet geven, zeg maar, om die lijn weer naar die samenleving weer wat meer terug te krijgen. Helpt dat? Ja, ik denk wel dat het, helpt. Maar er is nog wel een lange weg te gaan. En ja, weet je, als je denkt van we hebben een paar stappen gemaakt, dan zie je soms weer een omgekeerde stap gebeuren.
Als er een heel lang participatietraject gelopen is, waar mensen een verwachting hadden. En ik pak maar even nu het exercitieveld, wat heel actueel is op dit moment. En vervolgens worden er toch andere beslissingen weer genomen daarna, zonder uitleg daarbij te geven. Ja, dan voelen ze, mensen zich een beetje in een hemd gezet. En dan is de drang om nog eens een keer mee te participeren niet zo groot meer geworden. En dan krijg je veel afstand. En dat is wel erg jammer, want ja, ik denk dat we het met elkaar moeten doen. Dat raadsledenonderzoek, dat wordt al jaren gehouden. En je ziet bepaalde dingen veranderen. Wat zou er, als het aan u ligt, als Nestor van de Raad, dan nog moeten veranderen? Ik denk dat we helder moeten zijn in die participatietrajecten. We zijn op dit moment ook bezig met een werkgroep om dat verder handen en voeten te geven. Om te zorgen dat de structuur helder en duidelijk is als er geparticipeerd wordt, waarover geparticipeerd wordt en waarover geparticipeerd kan worden. En participeren staat voor mee mogen praten. Ja, mogen praten met onze inwoners. En dat je uiteindelijk ook daarna, als er keuzes gemaakt worden, ook uitlegt waarom die keuzes gemaakt zijn. Als dat traject heel helder is, dan denk ik dat het een stuk beter gaat worden. Want je ziet nu in allerlei beleidsterreinen dat er op een hele verschillende manier geparticipeerd wordt. De ene keer wordt er wat meegedaan en de andere keer wordt het te pas of te onpas worden dingen dan meegenomen. En dat is niet goed. Dus die duidelijkheid in participatietrajecten, ik denk dat het een pre is. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, we zitten een beetje in die coronatijd. Het is lastig om met elkaar daarover te vergaderen. Maar dat loopt en ik denk zeker dat het dit jaar handen en voeten krijgt. Nou, wellicht horen we daar nog meer over in de loop van dit jaar. Dank voor de komst naar de studio. Graag gedaan.